Vanaf de Noordzee trekken vandaag talloze buien over ons land. Met name in de ochtend is dat het geval. Elk wit doortje op de satellietfoto dat is dan een bui. In de loop van de middag wordt het aantal buien geleidelijk wel wat minder. Vanochtend is er tussen de buien door wel af en toe ruimte voor de zon, maar er waait wel een stevige noordwestenwind die aan de kust zelfs nog eventjes hard is. De temperaturen daar na ochtend rond de graad of 6. In de middag dan loopt de temperatuur op naar zo'n 6 tot 8 graden op de meeste plaatsen. De wind neemt geleidelijk een kracht af en ook het aantal buien zien we in de loop van de middag minder worden. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en klaart het dan ook breed op. De wind die is dan meestal matig uit het noordwesten en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 4 graden. Morgen dan is het grotendeels droog. Lokaal valt nog een enkele bui en net als vandaag wordt het vandaag maximaal zo'n 8 graden. De wind die draait in de loop van de dag geleidelijk naar het noorden en neemt langzaam in kracht af. De komende dagen zien we juist een oosten tot noordoostenwind en daarmee komt koude lucht uit Oost-Europa onze kant op. De temperaturen liggen overdag nog rond een graad of 3. De zon zien we regelmatig en het blijft grotendeels droog. In de nachten vriest het licht. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.